Artikel 18 is het enige artikel in het blokje dat gaat over toegankelijkheid bij innovaties. Op dit moment is bijvoorbeeld het besluit toegankelijkheid van het openbaar vervoer alleen van toepassing op bus, trein, tram en metro. En nog niet eens op bijvoorbeeld een buurtbus, want die kleine busjes vallen buiten de regeling. En dat komt omdat in de wet personenvervoer 2000 is vastgelegd wat openbaar vervoer is. En daar is dus besloten dat andere vervoersmiddelen daar niet onder vallen. Bijvoorbeeld vervoer over water. En je hebt tegenwoordig ook lange afstandsbussen zoals Flixbus. En die vallen niet onder de regelingen. En gekeken moet worden hoe je die uiteindelijk wel kan betrekken in het verhaal. Nou, er wordt sowieso een onderzoek gedaan naar de buurtbussen. Want op sommige plekken zijn de buurtbussen nu wel toegankelijk en op andere plekken niet. En dat komt omdat er discussie is over de toegankelijkheid van de haltes, de voertuigen en over de taak van de chauffeurs. Dus naar al die drie aspecten wordt gekeken. En er wordt gekeken van waar gaat het goed en waar loopt men tegen problemen aan en hoe kunnen die problemen eventueel worden opgelost. Het bestuursakkoord biedt ook de mogelijkheid om te kijken om naar alternatieve vormen van vervoer te kijken op het moment dat de buurtbus niet toegankelijk is. Nou, dit onderzoek wordt uitgevoerd en de uitkomsten van dat onderzoek moeten weer in de uitvoeringsprogramma's worden opgenomen wat men gaat doen. Als je nou nieuwe vormen van openbaar vervoer krijgt, waarvan ik ze nu misschien ook nog niet kan bedenken, dan is het de bedoeling dat zoveel mogelijk die ook toegankelijk worden. En daarbij wordt er dan gekeken naar welke vorm van openbaar vervoer die er wel al is en die wel is vastgelegd in de regelgeving, lijkt er het meest op. En die regels worden dan ook van toepassing verklaard op die nieuwe vormen van openbaar vervoer.